Bon, bon, bon. Ja, we gaan vlug aan beginnen. Wedstrijd tussen Deinzen en Serij geëindigd op een training voor Serij, deel 2. Dus eventjes luisteren wat beide trainers daarover te zeggen hebben. We beginnen met de trainer van Serij. Goedenavond. Wat is uw visie, wat is uw analyse van deze wedstrijd? Je pense que c'était pour nous un match compliqué, venir chez Deinz, deuxième, qui a seulement concédé 3 défaites cette année. C'était un match compliqué, surtout dans notre situation. Je pense qu'on veut peut-être avoir des ambitions, mais d'abord on devait regarder derrière nous. Je pense que les dernières places étaient seulement à 3 points, donc le déplacement ici est toujours compliqué. Je crois qu'on a eu la chance, début de match, de marquer sur notre première occasion, ce qui a donné certainement beaucoup de confiance au groupe. Et par la suite, de nouveau sur notre deuxième tentative, on fait 0-2. Je crois que là, ça nous a mis dans le confort. Donc on a su gérer malgré tout. On a eu un arrêt déterminant, même si on a laissé la possession de balle à Deinz, qui nous a posé pas mal de problèmes dans le milieu via les permutations. Je crois qu'il n'y a pas eu vraiment d'occasion dangereuse, si ce n'est une sauvée. Je crois que juste avant la mi-temps, on a la possibilité de faire 0-3, on ne le fait pas, et on sait que dans ce genre de match, c'est toujours compliqué de gérer un 0-2. S'ils étaient venus à marquer, le match aurait été différent, je pense. Ils ne l'ont pas fait, heureusement pour nous, et je crois que sur la deuxième mi-temps, on a eu une ou deux situations encore, eux aussi, et ils nous ont beaucoup mis en problème, encore une fois, par les permutations, sans avoir de réelle opportunité, je pense. Moeilijk is het om een ploeg te leiden nu met zoveel nieuwe spelers. Oui, ça fait 2 ans maintenant, je pense qu'on est interdit de transfert. Pouvoir de nouveau transférer pour nous, c'était important. Je crois que les nouveaux joueurs, 9 nouveaux joueurs, c'est beaucoup, mais il faut le temps d'adaptation aussi. Ils n'étaient pas tous présents aujourd'hui, mais je crois que ça apporte beaucoup de concurrence chez nous. Et ça remotive certains joueurs, ça les pousse à se tirer vers le haut tous ensemble. Merci. Merci. Wat vond u van de wedstrijd? Daarop, ik zou in de eerste plaats de mensen willen bedanken die gisteren zo hard gewerkt hebben om het terrein bespeelbaar te maken. Ik vind dat we daar dat we als club dankbaar voor moeten zijn dat we nog zoveel vrijwilligers hebben die dat willen doen. Over de match zelf denk ik dat wij ten eerste een lesje gehad hebben in hoe kordaat verdedigen. We hadden nogthans afgesproken na nieuwjaar om de maanden januari, februari zakelijk en resultaatgericht te bekijken. Maar ik denk dat we vandaag gespeeld hebben als een hoop kinderen. Onvolwassen gevoetbald. Op zo'n terrein moet je niet beginnen lopen met een bal. Moet je sneller de bal vooruit spelen, sneller de flanken opzoeken. Ik heb er heel weinig van gezien en dan pak je onvermijdelijk doelpunten. Ondanks dat wij hier toch elke vrijdag op een serieuze manier samen zitten om de tegenstander te bespreken. Dus ik zie het eerste doelpunt. Dat wordt te makkelijk opgerold langs onze linkerkant. Het tweede doelpunt doet daar nu een beweging, dat die wegschuift, dat de opening komt. Natuurlijk, dat pak je risico's en dan weet je dat je altijd tegen een uitgekochte ploeg als Serij eventueel nog een derde doelpunt kunt krijgen. We hebben geprobeerd met alle middelen dat we hadden om goed te maken, maar weer te weinig scherpte vond ik. Onvolwassenheid, te weinig beweging. Als je dat ziet, nogmaals, hoe de ploeg van Serijn verdedigt. Ik zeg het, met alle middelen die ze hadden, kop en lijf, benen, armen, alles wat ze hadden. Dat is volwassen zakelijk voetbal. En wij gaan er te weinig in mee, vind ik. Ik vind de momenten dat we altijd de kans krijgen om zaken te doen, laat het wij afweten. En dat is een spijtige vaststelling. Dus daar hebben we nog veel van te leren, die gedrevenheid van de ploeg. Ja, ik zou het niet alleen op gedrevenheid zijn, ik zou kordaatheid en de juiste beslissingen nemen. Als je achteraan tegen een ploeg die goed georganiseerd speelt en je blijft de bal 4-5 keer raken. Ja, ik heb op een zeker moment gezien, kregen wij een vrijschop de eerste helft. En die wordt slecht gegeven, ondanks dat wij geroepen en getierd hebben om de anders te doen. In domschakeling kwamen ze met 5 mensen tegenover 2 verdedigers van ons. Ja, dat klopt er iets niet. Dan is er een gedachte van, wij willen wel voetballen en dribbelen en lopen en tonen met de bal. Maar voetbal wordt, de meeste minuten van het spel heb je de bal niet.
dat is bij sommigen altijd een doodrong, denk ik. Dat wordt moeilijk dus om het aan wijs te maken. We zullen zien. Komt de week. Oké. Ik weet niet of er nog mensen zijn die vragen daaromtrent hebben. Ik heb alles begrepen waarschijnlijk. Hè? Oké, dat doet niet. Dank u wel en succes. Hè.